This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met... Maaike. Super gezellig. We hebben allemaal kleine dingetjes besteld via AliExpress. En die gaan we in deze video unboxen. We weten niet zeker of alle dingetjes binnengekomen zijn. Dat zou wel heel jammer zijn, maar we willen gewoon heel graag filmen. En ik weet ook niet zeker wanneer het komt en of het nog komt. En ik weet ook niet of alles er al is. Dat kan je ook niet echt kijken, want we hebben het niet opengemaakt. Stel, er komt later nog meer, dan maken we dat even open in onze weekvlog. Dus als jullie die daarna gewoon in de gaten houden, dan zien jullie daar de rest. Maar ik denk dat het meeste sowieso binnen is. Sowieso. Heb jij vaker besteld via AliExpress? Nee, niet echt. Nee, ik bestel daar wel eens scrunchies of zo voor mijn haar. En wat heb ik dan nog meer besteld? Ik heb wel vaker, 2 keer eerder AliExpress shoplogs gedaan. Dus ik heb er wel iets vaker besteld al. Ja. Ja, ik heb sowieso wel een keer wat besteld, maar ik weet niet meer wat. Nee, precies. Die domme dingen. Ja, nu ook. Ja. Toch? Ja. Gewoon, hij heeft vooral dingetjes om te kijken of het echt werkt. Weet je, van die grotere dingetjes. En ik heb vooral weer van die kleine heavy dingetjes. En ik heb geloof ik iets qua kleding gehaald en zo. Dus dat... Hoezo niet? Ik heb niks. Heel veel pakketjes. Er zitten meer in het tasje. En dat gaan we gewoon 1 voor 1 openmaken, denk ik. We zouden bij allemaal de datum erop zetten wanneer we het binnenkrijgen. Maar dat hebben we maar één keer gedaan. Ja. Ik kan wel even snel kijken wanneer we het besteld hebben. Misschien is dat wel leuk om te weten. Op dit moment is het 22 januari. En we hebben om 13 december hebben we ongeveer besteld. Dus, echt? Dus het is iets langer dan een maand geleden. Dus ik denk dat we het gewoon 1 voor 1 inpakken. Gewoon met je ogen dicht. En voor wie diegene is, dan maak ik diegene het open. Ik pak voor zekerheid nog even een schaar. Lip. Oké, pak maar. Jij de eerste? Oké. Oh, die is natuurlijk voor Mel. Voor Mel. En ik denk dat het Mel een tasje is. Mel heeft heel veel besteld. Valt mee. Dit voelt als een cadeautje. Want het weer een maand geleden is. En je weet niet meer precies wat het is. Of het leuk is. Maar wat denk je dat het is? Een tasje. Want ik voel het. En ik heb 1 lila kleurig tasje besteld. Dat is hem ook nog. Tada! Ik weet niet of het leuk is, maar het was gewoon echt een paar euro. Maar ik maak best wel vaak. Ik maak best wel vaak foto's. Ik vind het wel leuk als je gewoon zo'n kleurig tasje erbij hebt of zo. Nou, ik vind het puur lelijk. Voor zo'n handtas is het. Ja, of je houdt hem een beetje. Zo of zo voor foto, dat je gewoon iets qua kleur hebt. Maar hij is wel wat kort, of niet hier dan? Ja, maar dat was mijn bedoeling. Okay. Zeg maar een beetje, dit is juist de bedoeling van zo'n tasje, dat het heel kort is. Of dat je hem zo in je hand houdt. Of... Ja, ik vind hem eigenlijk niet mooi. De foto was hier iets feller paars, zeg maar. Het is echt, we hebben hier een ringlamp, dus het is sowieso heel licht qua licht. Maar het is hier veel lichter. Ja, lila was het sowieso ook op het plaatje hoor, maar het is... En hoe duur was deze? Ik ga even kijken. Dit tasje was €3,34. Dus dat is echt geen geld. Nee, super goedkoop. Dus voor dat geld houden we hem ook sowieso lekker. En wie weet, voor een leuke shoot of zo neem ik hem gewoon mee. En wie weet, is het leuk als ik hem zo in mijn hand hou. Dan heb ik een leuk AliExpress tasje. Dus nu gaan we naar de tweede. Nou, deze van mij. Deze van mij. Oké, wat denk je dat het is? Ja, ik zie het erop staan, maar het is volgens mij er staat MP3-speler op, maar die heb ik niet gekocht. Dus wat is het wel, denk je? Ik denk aan de Apple Watch, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben benieuwd, heb je een schaar nodig? Nee. Ja, doe maar. Wel? Die ging zo lekker. Het is in ieder geval wel goed ingepakt. Ja? Dat is wel heel fijn om te horen. Waar is mijn pak? En hier, doe wel een beetje in elkaar, ja? Het ziet er wel heel spectaculair uit. Oh? Oh, het is een digitale voice recorder. Dat heb ik ook besteld. Dat is gewoon, als je dat... Bijvoorbeeld gewoon een knopje indrukt en dan leg je bijvoorbeeld ergens neer. Dan kan je daarna horen wat diegene allemaal hebben gezegd. Dat kan je ook doen met je AirPods, hè? Ja, als je die ergens neerlegt, dan kan je afluisteren. Kan ook, oh nee, ik kon niet met je oordopjes, maar dan moet je wel een speciaal knopje op je telefoon aandoen. Ja. Het ziet er best wel mooi uit. Het ziet er echt leuk uit, alsof het gewoon van Apple is of zo. Ja, zo zit het erin. Ook echt een thank you kaartje en zo. Ik het eruit halen? Ja, doe maar. Laat maar zien. Kijk of het werkt en zo. Er zitten zelfs oordopjes bij. Doe maar. Zit wel met zo'n ronde ingang. Goed. Heb je dat nog op jouw telefoon? Zo'n ronde ingang? Nee, zeker. Nee. Het ziet er best wel leuk uit, moet ik zeggen. Ja. En ik weet niet hoe duur deze was. Ik ga straks even kijken. Mooi verpakt ook. Heel mooi. En dit is dat ding? Ja. En dit is dit dingetje. Jezus.
Vet leuk. Het is een beetje slecht als je iets wil laten zien, want hier is ook best wel felle ringlamp staat. Maar het is al wat donker buiten en zo. Dus kijk, nu staat hij aan. Dus als het goed is, neemt hij nu, zie je zo'n ding, is hij nu ons gesprek aan het opnemen. En als ik hem dan dus op off weer doe, of ik pak hem, dan... Maar hoe luister je dit dan weer terug? Als het goed is, kan ik dan via hier zit een ingang en dan kan ik het daar mijn oordopjes in doen. Dan kan ik het terugluisteren. Oké, en denk je dat je dit echt gaat gebruiken of is het gewoon... Nee, dat is gewoon even kijken of het werkt. Ja, precies. Het is niet iets wat je echt nodig had. Nee, het is niet iets wat ik nodig heb. Absoluut niet, want je kan het dus ook met je AirPods. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ben echt wel heel erg benieuwd of het werkt. Ja, ik heb dat al heel vaak eens een keer geprobeerd. Weet je al niet dat ik dat bij mensen heb gedaan, maar ik heb het wel eens geprobeerd. Het werkt echt. Ja, hè? Ja, ik kan mijn telefoon hier laten liggen en dan loop ik weg en dan hoor ik alles wat jullie zeggen. Oh zo, ik dacht je AirPods laat je liggen, dan kan je met je telefoon luisteren, dat dacht ik. Nee, je doet je AirPods in, dan leg je je telefoon neer. Slim. En dan loop je eruit. Op een feestje uit. Bijvoorbeeld. Ja. Als je iemand niet echt vertrouwt, dan leg je die neer en dan ga je even naar de wc en dan kom je terug en dan, of je hoort anders gewoon op de wc. Ja. Zo grappig. Oké. Goed, dat was wel leuk. En moet ik ook kijken hoe duur die was? Ja, dat is wel leuk om te weten. Dit was echt een top aankoop. Deze was 18 euro. 18 euro? Ja. Wow. Nee, 19. Wow. Ik heb alleen 15,81 euro, dat was. Ik heb echt dingen niet duurder dan tientje hoor. Maar kijk, je ziet wel dat het echt kwaliteit is. Ja, ook hoe het ingepakt is. Maar of het echt werkt, dat hebben we nog niet echt getest. Nee. Gaan we wel een keertje doen, is wel leuk. Kunnen we ook elke keer een weekvlog doen. Want het duurt natuurlijk misschien wat te lang als we het hier ook gaan testen. Ja. Next. Next, ja, leuk. Oké, dan ga ik even gewoon zo. Deze wil ik. Oh, weer voor mij. Weer voor jou. Het pakketje voor Mike. Er staat op smartwatch. Dus dat is denk ik de Apple Watch die hij bestelt. Ik ben zo benieuwd. Hij heeft nu zelf ook een echte Apple Watch. Kijk of hij daar echt op lijkt of zo. Denk ik niet. Ja, waarschijnlijk lijkt het er wel op. Maar... Ja, want het is een smartwatch. En het is wel de goedkoopste die ertussen stond. Heb ik wel genomen, dus... Oké. Ben je een beetje scare? Ja, ik dacht van, wel kijken wat je daarvoor krijgt. Als je de goedkoopste neemt. Wil je een scherm? Ja. Nou, dit zit er dus. Zo zit hij verpakt. Luxe hoor. Dit is echt. Zo heb ik hem ook van Apple gekregen. Ja, hè? Ja. Top kwaliteit. Oh, leuk. Je hebt de roze gedaan voor mij, toch? Ja, deze had ik eigenlijk wel ook aan jou gegeven, omdat jij skeer bent. Maar kijk, dit zit er dan zo zit het er eigenlijk in. Dit is zo'n roze bandje. Maar wel een heel mooi bandje hoor. Ja. Ja, vind ik wel mooi. Ja. Zal ik dit openmaken? Het ziet er wel heel skeer uit, moet ik zeggen. Ja, zo'n plastic wel, maar het bakje zelf zag op zich wel mooi uit. Als je die al laat zien. Ja, ja. Nou, dit is dus dat dingetje. Ik haal hem er even uit. Ik vind dat echt mooi. Lijkt het echt? Lijkt het op jou? Ja, wel hè? Ja, dat lijkt wel echt Apple Watch, man. Ik ga hem omdoen, ja. Kijk hoe echt die lijkt. Oh, dus dit oplading. Hier moet je hem indoen en dan opladen. Dat is wel raar. Dat is, niet dat is zo wel luxe. Bij de Apple Watch is dat wel anders. Maar dan, ja. You'll see. Deze was 10,37 euro. Nice. Bijna best net zo duur als de echte. De echte was veel te duur. Veel te duur. Hij duurde even, maar Mike heeft hem in elkaar gezet. Ja, hij ziet er ongeveer zo uit. Alleen ik weet nog niet hoe hij aan moet. Hij is wel mooi. Ja, hij ziet er wel mooi uit. Ja. Dit is de Apple Watch. Ja, dit is de Apple Watch. Heel mooie kleur roze. Zelf als ik een Apple Watch doe, zou ik voor goud gaan. Aangezien mijn sieraden ook goud zijn. Hij is wel mooi. Ik weet alleen niet of je het doet. Ik denk dat ik hem eerst even moet opladen. Ja. Maar dit is hem. Lekker groot. Hij kan kleiner, toch? Ja. We hebben de smartwatch even naar de lader gedaan. Dan kunnen we het einde van de video even laten zien of je het doet. En of je aangaat en hoe dan ook. We gaan gewoon door. Yes. Oké, de volgende. Mel. Melanie! Woehoe! Dit voelt echt als een cadeautje die aan mij geeft. Echt? Zoals Sinterklaas is en je mag van de wild pakken. Oh, dit is niet bedoeld voor de video. Oh, dit had ik besteld voor mijn webshop. Nee joh. Ja, maar leuk dat het binnen is. Ik had wat stickertjes besteld voor op mijn papier, zeg maar. Thank you stickertjes. En deze die had ik al, maar ik dacht voor het geval dat ze op zijn, bestel ik wat extra. En deze wist ik niet dat ik deze had besteld, maar ze zijn ook wel leuk. Hebben ook van die weer hoofdjes wegduiken. Dit zijn ze ook heel erg leuk. Ik ga even kijken hoe duur deze waren. Of hoe goedkoop deze waren. 1,30 euro. En ik heb die met de bloemetjes heb ik er denk ik gewoon gratis bij gekregen, want die heb ik niet besteld. Ik had ook nog Merry Christmas stickers besteld voor mijn webshop. Maar als die binnenkomen heb ik helemaal niks meer voor volgend jaar. Next. Weer ik. Woehoe. Ik word verwend, jongens. Door mezelf.
Dan knip ik er doorheen, dat kan. Alle stickers voor niks. Alle stickers voor niks. Stickers? Ja, straks zijn het stickers, weet je wel. Dan knip je er zo doorheen. Oh, zo. Ja, wel echt stickers. Ja, dit zijn de Merry Christmas stickers. Ja. Oh, dat vind ik jammer dat ik ze nu pas krijg. Kijk, oké, hoofd weg. Dit zijn ze super mooi. Ik dacht zeg maar, ik heb zeg maar van het roze papier om mijn kleding heen. En ik dacht super leuk dat ik juist mijn Merry Christmas stickertje opplak. Voor kerst. Maar iets te laat gekomen. Had ik ook wel een beetje verwacht. Maar ik dacht ik probeer het gewoon, weet je. Dat dus ja, ik bewaar het gewoon. Het komt altijd wel een keer weer van pas, toch? Maar deze dus net best binnengekomen. Ja. Ja. Oh, dat was die? Ja. Oké. Ik ga kijken hoe duur die waren. Ik geloof ook 1,30 euro. Oh nee, deze waren zelfs 85 cent. Met verzend kostte 1,25. Dus ik snap wel dat ik dat risico heb genomen. En als het voor kerst of niet voor kerst kwam. Ja. Voor die prijs, dan... Nou, leuk. Ja, toch? Heb je weer een paar stickers. voor kerst. Ja, blij mee. Dus we gaan weer door naar het volgende cadeautje. Voelt ik echt als een cadeautje voor jou ook? Omdat het zo lang geleden is besteld. Ja. Melanie Zinstra. Oh, weer ik. Dat is wel stom. Maakt niet uit. Je hebt ook meer cadeautjes. Oh, ik denk dat ik al weet wat het is. Wat dan? Ik denk een elastiek voor het sporten. Ik wil het laten zien. Ik denk een elastiek voor het sporten. Weet je nog dat ik die ook had besteld? Want ik heb zeg maar van die... ja, hoe noem je dat? Elastiek. Elastieke. Ja. Maar ja, ze zeggen dus dat je van die zachtere moet halen. Want deze, zeg maar... Je hebt van die elastieken voor het sporten en die rollen altijd helemaal op naar boven. En ze zeggen dat deze dat dus niet doen. Dat deze dus die elastieke? Ja. Of van die waar je ook gewoon alles mee kan trainen. Die ik voor mijn been had gekregen voor ik Sinterklaas doen. Ja, dat zijn van die XRRX of zoiets. Ja, gewoon elastiek voor je benen. Maar ik heb dus gewoon van die normale en die rollen altijd op. En ze zeggen dus ook dat ik dan zulke moet. Dus ik heb nu deze elastieken besteld. Ik denk ik probeer het gewoon een keer van AliExpress. Leuk. Ja toch? Ik heb gewoon medium gedaan. Ik vond het heel lastig, want je had dus allemaal verschillende gewichten. Ja. Dus ik dacht toch gewoon medium. Altijd goed, dacht ik. Ja, dat is wel prima volgens mij. Ja, denk het ook wel, ja. Gaat niet groter moeten. Maar hij is ook best wel gewoon nog... Ja, hij is best wel sterk, ja. Ja, best wel hoor. Maar goed dat ik niet iets zwaarder had gedaan, want ik twijfelde natuurlijk wel. Ik denk, ja, AliExpress misschien wel vet slap. Dat is prima. Ja, toch? Ja, nou, goeie aankoop. Goeie aankoop. Wat was deze? Even spieken. Dat elastiek was €5,15. Oeh, dat is nog best duur, vind ik. Voor één elastiek, ja. Op zich wel. Want ik had immers 6 voor 15 of zo. Dus ja. Maar als hij goed is, dan ben ik er blij mee. Daarom. Dan gaan we door naar het volgende. Deze pak ik nu wat voor jezelf. Ja, pak maar even een andere hoor. Ik wil ook even dat jij iets open maakt. Maar alles is voor jou. Alles is voor mij, hè? Ik heb heel veel besteld. Heel veel kleine dingetjes. Ik had ook al mijn scrunchie besteld. Ik heb nog 2, hè? 4. Oh, doe dan maar wel één voor mij. Ja, ik doe deze wel. Die echt grote. Die is voor mij? Ja. Oh, ik weet al wat het is. Het staat er al op. Ja. Eigenlijk moet je dat niet zien, hè? Nee, maar ik ook toen ik binnenkwam, ging ik eigenlijk al kijken. Wat erop stond. Ja. Nou, maar die kleine dingetjes niet, hoor. Ik maar weet deze dus wel. Nu niet meer wat ik hierin heb zitten. Dus nee. Dat is voor mij een totale verrassing. Dat is wel leuk. Want hierop stond dus blue sweater. En toen die binnenkwam, appte mijn moeder, er is een blauwe trui voor je binnengekomen. Omdat ze dat las. Dus toen wist ik al gelijk wat erin zat. Ik dacht, een blauwe trui, ik was het alweer vergeten. Ik dacht, dat heb ik helemaal niet besteld. Tadaa! Zo'n kleur heb ik ook besteld via Shein trouwens. Weet je nog? Ik heb opengemaakt. Dit is blauw. Zoals jullie kunnen zien. Ik hou echt van die kleur. Hij lijkt te veel op die ene die ik heb. Via Shein. Ja? Niet. Straks komt die van Shein ook van Ali. Het is wel een ander, maar wel hetzelfde stofje. Dit is het shirtje. Het heeft zo'n leuke ripstof. Ja, hij ziet er gewoon leuk uit, vind ik. Ja. Zal ik hem gewoon even aandoen? Kan ik hem gelijk laten zien. Ik heb het shirtje nu aan. Wel leuk, toch, Mike? Ja, ziet er leuk uit. Ja, ik vind hem ook wel leuk. Hij is wel een beetje een patte kleurblauw. Nee. Nou, nee, ik vind hem juist wel heel mooi in de kleur. Ik was er wel een beetje bang voor dat hij misschien anders over zou komen. Ik weet niet of jullie hem goed zien, maar dit is het shirtje. Leuke kleur. Oké, ik heb het shirtje dus eventjes gepast. Ik vind hem wel leuk. Maar ik heb dus ook echt heel toevallig vorige week. Heb ik een bestelling geplaatst bij Shein. Ook een blauw shirtje en die lijkt daar heel erg op. Maar deze kostte €7,45. Oh nee, in euro €6,30. Dus geen geld voor een shirtje vind ik. Nou, next. Nu eentje van jou? Ja, ik doe deze.
Dit is een grote. Een grote pakketje. Ik weet al wat het is. Dat is massagestoel slinger. Massagestoel? Nee, tools. Oh, dit zijn massagestoel. Nee. Oké, dan zit dus. Zit erin? Nog een pakketje. Mooi. En dit zit erin. Huh? Er zitten heel veel pakketjes in. Leuk, kunnen we allebei iets openmaken. En er zit nog een pakketje in. Leuk. Mag ik deze openmaken? Jij die? Ja. We gaan lekker openmaken. Wij zijn zeg maar heel erg verslaafd aan elkaar kriebelen. Nou, niet elkaar kriebelen, maar liefst gewoon gekriebeld worden. Dus we dachten, we gaan dingetjes via AliExpress bestellen dat je gewoon jezelf kan kriebelen. Ja. Maar, dit is een dikke ring. Huh, heb jij die besteld? Ja. Ik wil kijken wat ik binnen kreeg als ik zo'n dikke gouden ring ging kopen. Ga je hoofd verstoppen, dan laat ik hem even weten. Ik heb hem even om. Dit is de ring die Mike heeft besteld. Is hij niet gewoon pretty? Wow. Voor echte gangsters. Pas precies. Oh, wat lelijk. Ga ik hem niet echt dragen? Tuurlijk wel. Ik doe hem zo, maar het past niet. Het is wel stoer, je lijkt wel heel rijk. Ja, toch? Ja. Dikke, dikke dingen. Hoe duur was die? Deze was 35 euro. Nee, echt? Nee. Grapje. Oh. Maar dit zijn echte diamonds. Even kijken. Echte diamant op AliExpress. Vaker gezien? Nee, ik niet. Hij was 1... Nee, ik hoop niet. Ja, 1,95. Nou, dan is hij vast echt goud, toch? Nu ga ik deze nog openmaken. Ik denk ook al te weten wat dit is. En dit is geen kriebelding. Of wel? Dat is die backscratcher. Daar zitten die dingen in, denk ik. Dat is voor op je hoofd. Ah, ik weet wat het is. Oh, er zit nog wat bij. Oh, dit is het tangetje. Dit is het tangetje, ja. Oh my god, Mike. Hoe lang willen wij dit al? Ja, echt zo. Altijd gaan we naar de Primark. En dan zien we hem en dan halen we hem niet. En dan willen we hem. En dan gaan we weer naar de Primark en dan is hij gewoon weg. Sindsdien hebben we hem nooit meer kunnen vinden. Huh? Je hebt er nog geen tangetje voor nodig. Bedoel je? Oh, dit is het handje. Dat is het handje, denk ik, ja. En dan dit is voelt zeg maar echt magisch. Dit is zo'n dingetje voor je haar. Moet je eigenlijk na het douchen doen en dan voelt het magisch. Maar ook wel weer een beetje eng. Ja, kom eens. Maar je moet het eigenlijk door een ander laten doen, volgens mij. We moeten alsnog elkaar masseren. Oh, lekker. Ja? Jij ook eens? Ja, je gaat je haar doen, maar. Ja, nee, mijn kan dat niet. Ik doe vanavond wel even bij mij. Als ik dat doe, jongen, hij gaat mij zo hard vermoorden. Ja, maar ik voel nu al dat het zo hard krijgt. Dat voelt echt heerlijk, ja. Het voelt echt magisch. Ja, lekker, ja, hè? Ja. Ik neem mee naar de kazerne. Nou, en ik dan? Nee, grapje, mag wel. Oh, dit is mijn gekke planga. Wat heb je allemaal besteld? Mijn gekke zonnebril. Oh my god, maar ik wist helemaal niet dat je dit had besteld. What the fuck? Nee, maar dit is een echte... Kijk, dit zit er bij mij, hè? Echte planga. Wauw, laat het van dichtbij zien. Laat de zijkant zien alles. Nou, maar deze hebben we bij de Bijenkorf besteld. Oh ja. Maar we doen net of we hem van Ali hebben. Anders lijkt het zo rijk, hè? En deze heb ik ook bij de juwelier gehad. Dikke ding. Oh, je hebt het ding opengemaakt. Ja. Mag ik eens? Want eigenlijk is dat zo'n stok voor jezelf. Dus dan moet je zo. Hop. Ik heb jeuk daar of daar. Oh ja. Ja, het werkt best handig. Probeer maar eens. Ja, maar ik heb dus een dikke trui aan. Wil je de prijs opzoeken van alles wat we nu hebben geopend? Oh, ja. Deze dikke planga was 3,82 euro. Nou, best leuk. 382. Ja, best leuk. Het is ook nog best wel goed kwaliteit. Maar dit moet een beetje nagaan op zo'n, voor mij, Versace bril. Het moet lijken, het is een lookalike Versace bril. Ik voel me echt een gangster. En dat hoofdkrabbelding was 23 cent. Echt? Ja, en wow. Die backscratcher was 20 cent. Niet! Voor op je rug, ja. Nou, dat ding moet ik ook. Ja. Dat kan ik even kunnen zeggen. Ik doe er niet toe. Ik weet wel zeker dat er echt nog dingen van mij zijn die niet binnen zijn gekomen. Als ik zie dat ik nog maar 2-3 pakketjes hier liggen van mij, dat klopt niet. Nou, ik had nog alcohol besteld. 8 mini flesjes whisky, volgens mij. En nog een blikje Red Bull. Gewoon kijken of dat werkte. Oké.
Dus ja. Ik denk dat er nog echt wat binnen moet komen. Maar dat gaan we allemaal gewoon in de vlog laten zien. En misschien dat we binnenkort weer even wat gaan bestellen. Want het is wel leuk voor een video. En dan gewoon even wat meer van die kleine dingetjes. Dat we meer hebben om ook uit te pakken. Ja. Deze is van Mel. Mel, kijk hoe groot. En er staat dus op eyebrow pen. En maar, ik heb dus... Kijk, ik had net ook zo'n groot. Ja, er staat ook allemaal heel kleine pakketjes in. Ja, klopt. Ik had dus zo'n eyebrow pen. Dus ik denk, dat kan niet. Maar ik denk dus ook dat hier dus meer dingen in zitten. Dat het gewoon van dezelfde verkoper was. Dus ik hoop dat hier gewoon al mijn dingen in zitten die moesten komen. Ja, dat zou echt chill zijn. Er zit echt wel veel in. Ja, want ik was dus aan het wachten op die dingen. Ja. Nou, we gaan hem gewoon openmaken. Oh ja, kijk, hier zit echt meer in. Ja. Oké, het allereerste wat in dat grote pakket zat was een lila paars appelhoesje. Die is wel mooi, man. Ja, die is wel mooi. Heb je die besteld? Ja, ik heb wel vaker dus, toen ik van IMS 7 had, toen had ik... Toen ik nog een IMS 7 had, had ik ook al een keer een roze appelhoesje besteld. Zeg maar op de site staat het zeg maar het hoesje zonder Apple logo, want je mag niet netmerken verkopen en zo. En toen kwam het ook echt in zo'n verpakking en echt met een Apple logo en zo. En ik hou heel erg van de kleur lila, dus ik dacht super leuk voor mijn telefoon. Ik heb de iPhone 11 Pro en dit is zeg maar een hoesje die ook... Een beetje beschermd aan de voorkant. Ik heb nu hoesje van Ideal of Sweden. Deze ook lila. Maar hij beschermt hier niets. Als hij nu hard valt, dan zit er ook gewoon een scheur in. En dat heb je met deze dus niet. Dus ik ben hier heel blij mee. Maar ik maak het volgende open voor mij. Ik pak kijken ondertussen wel even hoe duur dat hoesje was. Dat hoesje was €2,90. Ik heb een slaapmasker op. Leuk. Ik heb nog een slaapmasker besteld. En wij slapen altijd met slaapmasker, want wij kunnen echt niet tegen een klein beetje licht. Dan zijn wij alweer klaar wakker. Kan ik mooi die voor jou hebben? Ja, dat is leuk. Dus ook weer lila, mijn kleurtje super zacht, van de binnenkant wat minder zacht. Ja, leuk. Hij staat wel leuk. Ja, hij zit ook wel. Nou, wel even winnen hoor. Maar het is ook niet chill omdat ik make-up op heb, dan voelt het niet chill. Omdat nee, ik snap ik. Maar wel leuk, wel leuk om zoiets via AliExpress te bestellen. Oh, hij is ook lekker zacht. Ja, toch? Ja. Oh, dat vind ik wel fijn dat hier dus meer dingen in zitten. En dan heb ik toch meer vertrouwen. Oh, deze zit echt lekker, man. Jawel, hè? Ja. Had je ook even moeten bestellen. Ja, deze zit echt lekker. Deze slaapmasker was €1,75. Dus dat is echt geen geld. En die andere? Heb ik al gezegd. Oh. €3,70 of zo was het. Oké, dan gaan we de volgende openmaken. Oh, heel chill wat hier meer in zit, man. Ik denk ook dat hier de... Appelpoesjes. Ga ik niet zeggen. Oh, dat is niet erg. Oh, die oordopjes in zitten. Oordopjes? Die hoesjes. Oh ja, AirPods hoesjes. Weer ja, lila. Scrunchies, lila. Ik zei het toch, ik had ook scrunchies besteld en zo. Openmaken. Ik had dus best wel veel scrunchies al, maar geen lila. Dus het is deze. Ja. Ja, leuk. Leuk. Super leuk. Deze kostte €0,85. Nou, dat is niet veel. Dat is niet veel, zeker niet. Wat denk je dat het is? Een teledebies. Oh. Avocado hoesje. Oh, leuk. Ik weet niet waarom, maar wij eten best vaak avocado. Dat is wel lekker. En ik vond het hoesje vet schattig. Wacht, ik laat het zien. Best leuk. Ja, jij kan hem ook om. Een keer als je het hebt. Straks stel de telefoon. Voor hem, denk ik. Weet ja, niet zeker. Nee, niet de grote. Ja, de kleinere geloof ik. Ja. En dan plattere. Dit is hem. Avocado hoesje, super schattig. Wil je eens een klein beetje uit beeld? Dan kan ik even goed kijken hoe die poppetjes eruit zien. Dit is hem. Leuk toch? Ja, vind ik echt leuk. Ziet er ook gewoon goede kwaliteit uit en zo. Dit is ook weer hetzelfde dat ik voor ook een beetje beschermd denk ik. Ik kan ze ook gewoon eventjes omdoen bij de hoesjes. Misschien is dat ook wel leuk om even te laten zien. Krijg jij maar af. Ik heb de 11 Pro en mijn pieker zaterdag. De 12. Ik dacht even dat het dezelfde vorm was, maar dat denk ik niet. Oké, ik doe hem eventjes om. Oh, leuk. Dit is hem. Ja, leuk. Ja. En daarnaast, even kijken, dit is hem om mijn telefoon. Heel mooi, heel blij mee. Zeker een aanrader. Ja, deze ziet ook gelijk dat deze wel beschermt. Dus ik denk dat ik deze ook wel omhoud. Ja. Wat het wel vervelend is, dit is een beetje een zachtere stof. En als je dit dus in je broek doet, dan gaat hij er iets moeilijker uit en in. Mm. En dan krijg je soms van die zwarte stofjes van je broek. Ja. Het hoesje die ik had, die was glad. En die gaat er dus heel makkelijk in en uit. Maakt niet uit. Zal ik even kijken hoeveel de avocado hoes was? Of had ik dat al gezegd? Nee hè? Avocado hoesje kostte €1,50. Het volgende pakketje. Oh. Oh. Mijn AirPods hoesje. Jerry. Dat was grappig. Heb jij je AirPods hier om te laten zien? Want die liggen namelijk naar beneden.
Ja, kapot, schatten. We hebben allebei AirPods. En we hadden dus ook gewoon leuke hoesjes besteld. En ik ook wel grappig om gewoon een grappig hoesje te bestellen. Mijn eigen AirPods zit beneden, dus ik ga hem even op die van Mikey. Ja, dan zit die er zo in dus. En dan moet die zo erop. Ja. Al leuk! Kijk nou, jongens. Dit is hem dus. En als je hem wil pakken, dan is het zo. Ja. Mijn camera was plots leeg en het was ook 5 uur, dus we gingen even snel naar de winkel, want ik moest pakketjes voor mijn webshop wegbrengen, anders kwamen ze pas overmorgen of zo naar huis. En nu morgen, dus dat deden we even snel. Dus we gaan nu weer door met de video. Ik hoop dat er een beetje meer batterij zit. Ik had hem even snel opgeladen, dus gaan we door. We waren eigenlijk geëindigd bij dit hoesje, dus dit is hem. Kijk, hij blijft ook nog hangen aan dit ding, dat had ik niet verwacht. Oh ja. Dus het is wel, ja, ik vind het echt een leuke aankoop, jij niet? Ja, hoe leuk. Zo leuk. Ben & Jerry's. Vinden wij ook echt heel lekker. Heel leuk. We eten het nooit, maar... Ja, maar het is wel heel lekker. Die, en er zit dus ook nog zo'n dingetje bij. Kan je hem aan je broek hangen, maar dat vind ik niet zo leuk. Dat zou ik nooit doen. Je kan hem ook aan je sleutel hangen voor mij. Oh ja. Nou, dan hangen je AirPods daaraan. Even kijken. En dat hoesje van de AirPods kostte €3,15. We hebben hier nog 2 cadeautjes liggen. Ik weet nog wat dat is. Ja, dat is die eyebrow pen. Ja, dat hele pakket heet de eyebrow pen. Terwijl er zit er veel meer in. Ik maak hem ook nog echt op, ja. Deze heb je toch al, ook in de badkamer hangen. Ja, maar die is van mijn moeder. Ik wilde ook graag zelf een. Oh, dan is wel een andere volgens mij. Ja, maak jij meer zelf? Ja. Dit is dus een eyebrow, soort van epilier dingetje. En het gaat dan automatisch over scheermesje. En het is echt super chill. Je kan zeg maar gewoon en dan... gaat het eraf, zeg maar. Mag heel chill, moet alleen nog even batterijtjes in. Oh, dat is ook wel chill. Kan je je wenkbrauwen zo doen? Oh, dat zou ik nooit gebruiken. Dat staat bij die andere geloof ik ook allemaal, ja. Deze tools, maar dat zou ik nooit gebruiken. Oh, hij is leeg. Er moet de batterij in. Ah. 2,15. Nee. Ja, met ja, 1,35 en 80 cent % kosten. Oké, nu heb ik nog een hoesje besteld. Oh, jij zei van dat Teletubbies. Super cute. En ik wist niet anders. Zo goed. Hier, dit is, Ja, dat is wel jammer, maar ja. Niet zoveel uit. Dat had ik ook al gezien op de plaats, geloof ik. We hadden allemaal Teletubbie dingen en ik denk welke vind ik het leukst. Heb ik ook nog aan jou gevraagd, toch? Welke jij het grappigst vond, welke kleur. Dus zijn we de tijd voor de gele gegaan. Heel veel Teletubbies gekregen vroeger. Jij ook? Nee. Nee? Ja, heel vroeger. Een paar keer. Toen ik 1 nog was of zo. Ja, ik heb best wel veel geloof ik. Ik had de Bob Power. Op de bouwer heb ik ook al gekeken. Maar niet zoveel stereotypes. Zo. Dit is het hoesje. Is toch grappig? Ja, dat is ook wel grappig, ja. Leuk. En dit hoesje kostte. Het hoesje kostte €1,50. Nou, leuk. Leuk niet. Nou, voor de verandering ben ik weer. Dit voelt echt alsof ik allemaal cadeautjes krijg. Ja, snap. Het is ook allemaal wel leuk tot nu toe. Ja. Hoeveel euro was jij kwijt eigenlijk aan je bestelling? Maar iets van €50. Ja, ik 38 of zoiets. Ik heb wel meer dingetjes, maar wel allemaal kleine dingetjes. Oh, deze is van mijn vader. Dit is dus... Ik heb dus iets voor mijn vader besteld. Dit is een Heineken dingetje. Ik denk dat hij dat gaat gebruiken, denk ik. Maar... Nou, ik had het laten zien. Hem. Kijk wat ik voor je heb besteld. En toen hij keek er echt naar van, wat de fuck is dit en wat de fuck moet ik hiermee? Maar ja... Ik knip hem wel even open en ik laat zien wat het is. Nou, dit is bijvoorbeeld een oplader. Je hebt hier een oplader en dan kan je deze dus daarop zetten. Maar wat is de bedoeling hiervan is? Zoals je ziet, hij zit zo aan de oplader en dan kan je dus zien van wie die telefoon is. Maar hij is een beetje groot, dus hij zakt gelijk naar beneden. Dus je moet hem een beetje daarboven klemmen of zo. Het idee was leuk, maar... De uitvoering is minder. Ja, jammer. Maar wel echt leuk. Hij kostte €1,95. €1,95. Dat is dan best duur. Ja, maar het zou leuk zijn als je hier echt oppast en niet naar beneden zakt. Dat vind ik best wel een leuk dingetje. Oh, deze van mij. Jee. Laat zien. Deze van mij. Wat is dit? Het is een GPS-trekker. Dan kan ik hem bij jou in de zak stoppen en dan kan ik jou altijd in de gaten houden. We hebben elkaar zo'n vrienden al, maar dat blijkt mij niet genoeg. Nee, maar het is wel handig. Bijvoorbeeld. Maar hoe kan jij nu zien waar ik ben? Nou, dan moet ik een simkaart kopen. Die moet je daarin doen? Nee, stop ik hierin en dan kan ik jou precies volgen. En dat ga jij echt doen? Dan stop ik hem zo bijvoorbeeld een keer in de auto bij jou. En dan kan ik hem helemaal volgen waar je heen rijdt. Oké.
Dus jongens. Dit is een psycho boyfriend. Nee, maar ik weet niet. Ik wil gewoon kijken. Nutteloos. Ja, maar nee, dit is helemaal niet nutteloos. Ik wil gewoon kijken of het maar werkt. Maar je moet er eerst een simkaart voor kopen die je erin moet doen en zo. Dat ga je al niet doen. Jawel, nee, klopt. Deze video gaat echt super goed. Nu opeens is mijn geheugen vol. Dus ik heb er een nieuwe SD-kaartje in gedaan en nu gaan we weer door. Er ligt nog maar één pakketje. Wat ben je aan het doen? Hij is dus dit ding aan het testen die hij als allereerst had opengemaakt. En waar we dus achter kwamen, die GPS-tracker van hem is waarschijnlijk, je doet daar een SD-kaartje in. En daarna steek je hem in je computer en dan pas kan je zien waar diegene is geweest. Hallo? Huh? Ik hoor water. Mhm, wacht. Toen heb ik hem weer stopgezet. Oh, grappig. Leuk, hij werkt een beetje. Maar ik denk dat ik toch eerder de AirPods zou gebruiken. De laatste is voor mij. Denk je dat het is? Weet ik niet, ik weet het ook echt niet. Oh, je moet zich even laten zien, je moet er even vertellen hoe duur de GPS-trekker was. Oh ja, het is 3,80. Dus het is wel niet zo duur. Oh, dit is ook voor mijn webshop. Dit zijn kartonnetjes en daar kan ik oorbelletjes in doen. Superleuk. Ik had het trouwens in het roze besteld, dacht ik. Dit was dan alles wat we binnen hebben gekregen. Wel jammer, we hebben dus niet alles gekregen. En voor mij moest er denk ik... Sowieso had ik nog iets qua kleding. Ik had nog een kooltrui besteld en nog andere dingetjes. Maar dat zien jullie dan binnenkort allemaal in de weekvlog. Moesten er van jou nog iets komen? Ja, die drank. Die mini-whiskietjes en de energy. Oké. Oh, sorry. Als het binnenkort online komt, zet ik het ook wel even in de titel dat we dus de pakketjes openmaken. Dan weet ik even dat het daar in die video zit. Wat is jouw favoriete aankoop van vandaag? Boem. Oh, dit ding, denk ik. Die van 20 cent. Die van 20 cent. Je hoeft geen dure dingen te kopen om blij te worden. Nee, deze echt lekker houden. Ja? En ik vind deze ook wel leuk. Deze. Ja, chill. We hadden trouwens nog even snel de horloge aan de lader gedaan. Oh, daar ligt hij. En hij doet het! Hij is aan! Dan kan je dus... Hier steps, kan je hartslag, de sporten kan je, en dan heb je dus je message, berichtjes en dan heb je instellingen. En ja, ik heb hem nog niet ingesteld, maar hij moet ook op een mobiel ingesteld staan. Oh, dat kan ook echt? Ja, en dan kan je je voetstappen en je met sporten kan je hem gebruiken, hartslag en zo. Ziet er wel leuk uit. Ja. Mijn favoriete aankoop... Ik had trouwens ook nog een AirPod-hoesje besteld extra. Nog twee zelfs, nog één voor jou en één voor mij en nog iets. Ja, ik weet niet, ik vind echt heel veel dingen vind ik wel leuk. Ik vind sowieso mijn hoesjes allemaal leuk. Ja. Ik vind denk ik vooral deze paarse en die avocado. Ik vind deze stof gewoon iets minder, maar ik vind het wel schattig Teletubbies. Maar verder, ik vind alles wel leuk. Ik heb niks waarvan ik denk van, alleen wel jammer van dit dingetje. We hadden ook, Mike en ik hadden ook nog leuke dingetjes voor de lader voor onszelf gehaald. Maar die zijn nog niet binnengekomen. Dat komt wel. Dit waren alle pakketjes. Laat even in de reacties achter of jullie wel eens besteld hebben bij AliExpress. En wat jullie favoriete item was van vandaag. En laat ook even weten dat wij de volgende keer moeten bestellen. Dan hebben wij misschien weer inspiratie voor de volgende keer. Wat we dan kunnen bestellen. Willen jullie Mike vaker zien in de video's? Laat het ook even achter. Ja, hou mijn weekvlogs in de gaten voor de rest van de producten. Doe een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie snel weer zie bij de volgende video. Doei doei! Later. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.